John, vind je dat jouw ploeg vandaag door een ondergrens is gegaan? Nou, als team wel. En je weet, ik ben altijd van het team, want je kunt het niet alleen. En ik denk dat wij elkaar vandaag hebben laten zakken, zeg maar. En ik zeg altijd de kracht van ons. Ik blijf zeggen dat we normaal gesproken veel beter voor de dag kunnen komen dan dat je vanavond hebt gezien. Vooral omdat we het samen doen. En ja, ik heb vandaag elftal gezien wat ik zei net in de persconferentie aan het zwalken was. Iedereen was met zichzelf bezig. Iedereen had ook meer dan genoeg aan zichzelf. Wat je gemist hebt is het elkaar helpen, het elkaar stimuleren, het elkaar over het dode punt heen brengen. Om terug in die wedstrijd te komen, terug in die wedstrijd te vechten. En dat is wat ik gemist heb. En daar ben ik misschien nog wel meer teleurgesteld in dan de 0-2. Omdat ik juist vind dat dit soort dingen wat ik net aangeef, eigenlijk een beetje in het, ik zou bijna zeggen, in het DNA van deze club zit, van deze ploeg. En ze dat al heel vaak hebben laten zien. Is een off day? Nou, dat blijkt. Als je dat niet met elkaar samen doet, dan kun je snel tot die conclusie komen dat dit een logisch gevolg is van de wedstrijd. En wat je ziet is dat een teleurstellend moment, hè, na drie minuten of zo van de 0-1, dat duurt even voordat ze dat te boven krijgen. Dat spelers zich gaan verschuilen, dat ze de bal liever niet willen hebben, dat ze grossieren in slordigheid. Dat er niemand is die ook opstaat van hey, kom op, gewoon de dingen blijven doen die je moet doen. Dat doen ze in een fase, in de eerste helft doen ze dat wel. Heel goed vond ik. Komen er ook kansen? Creëer heel veel kansen en mogelijkheden. Maar dan zie je ook, en dat zeg ik, dat is wel de kwaliteit van ons als team. Dat we altijd oog hebben voor de medespelers als we in de 16 komen. En nu waren we een beetje egoïstisch. We gingen op goal schieten, terwijl we het beter voor kunnen geven. Idrissi bijvoorbeeld? Ja, Osama was daar een voorbeeld in. Ik zie de tweede helft Thomas, die altijd als hij doorkomt op links, kans heeft om te kijken en de bal voor de goal, waar Freddy Drive op dat moment gewoon helemaal vrij staat om hem breed te leggen en bam binnen te schieten. Kiest ervoor om zelf te schieten. Twee voorbeelden. Het gaat helemaal niet om Moussama, het gaat helemaal niet om Thomas. Maar ja, dat is wel symbolisch, denk ik, voor AZ wat ik vanavond gezien heb. Ben jij jaloers op je collega dat hij een spits heeft die de 12 in heeft liggen? Nee hoor, ik ben nooit jaloers op de collega's. Het is wel lekker, het helpt wel. Nee, maar ik vind dat wij ook goede spelers hebben en dat blijf ik zeggen. En uiteindelijk gaat het erom dat je, als je het met elkaar samen doet, dat je ook heel ver kan komen. Vorige week bij Willem of bij VVV natuurlijk een fantastische wedstrijd gespeeld. Je wint niet, maar het spel was goed en er was beleving. Er was, je zag alles met elkaar samen. En ja, samen naar iets, dat heb ik vanavond niet gezien. Nee, maar goed, je moet de kans afmaken. Je moet jezelf belonen, zei je, hè, ook weer. En ja, die fase heb je er bij 1-0 achter wel gehad. Ja, maar dat uiteindelijk, geloof mij, is ook een kwaliteit die je op dat moment moet hebben. Kom je in die situatie, kies je ervoor om in je eentje het proberen te doen? Of blijf je gewoon de dingen doen, hè? De bal breed te leggen, zoals ik net zeg als voorbeeld. En mensen voor de goal in staat stellen om. En nogmaals, dat is bij ons normaal gesproken altijd het geval. De tweede helft was eigenlijk helemaal een treurspel, hè? Je hoopt. Dat ging dan eigenlijk nog wel. Ja, maar je hoopt door de wissels die je doet, omdat ik vond dat Mats en Mits echt heel matig zijn. Van dat soort spelers verwacht je iets meer, omdat het ervaren jongens zijn. Die de boel de kar moeten trekken als het ware, in hun positie, energie moeten leveren. Ja, en als die ook al niet de bal willen hebben en heel weinig tempo energie in een wedstrijd gooien, ja, dan hoop je met verse wissels iets te bereiken, maar ja, dat is niet gelukt. Hoe nu verder? Want je ziet de tribunes ongetwijfeld ook langzaam of eigenlijk vrij snel leeglopen in die tweede helft. Spelers moeten naar dat publiek toe en met lood in de schoenen als ik het zo zie van een afstand. Ja, maar goed, als je wint dan is het hartstikke mooi. Dan willen ze 10 rondjes lopen. Ja, dit hoort er allemaal bij en dat is iets wat voor mij normaal zaak van de wereld is. Als je wint moet je er staan en ook als je... Hoe ga je het keren? Nou ja, kijk... Je moet gewoon doorgaan en de basis, en ja, daar, uiteindelijk kom je daar ook wel in terecht, is altijd, en dat is heel makkelijk om nu te zeggen, is keihard blijven werken. En op het moment dat je dat niet doet, ja, dan zijn wij ervoor om dat voor elkaar te krijgen dat wel moet. Want uiteindelijk geloof ik echt in de manier hoe je traint, dat je dat ook terugziet in de wedstrijden. En daar start het en dat is de reden waarom ik het zeg.
omdat je zo verder moet. Ja. Maar het is lastig allemaal, hè? Wat zeg je? Het is lastig. Nee, het is vervelend, omdat kijk, als je weet, als trainer, maar ook als speler, als team, dat je niet beter kan dan dat je hier hebt laten zien, dan is het heel makkelijk. Oké, we kunnen niet beter, maar wij kunnen zoveel beter dan dit. En nou, dat is dan weer het lastige, omdat dat niet elke om dat week... er dus uit te krijgen. Het is lastig omdat het er niet elke week uitkomt. En ja, dat moet wel. En ja, dat is wat ik zeg. Dat is doorgaan, dat is keihard werken en weer verder. Heb je mogelijkheden om echt aan het elftal nog te gaan sleutelen? Ik bedoel, qua opstelling dan bedoel ik. Ja, dus, dat zie je. Je hebt genoeg mogelijkheden. Alleen, ja, wat past bij elkaar? Wat vind je? En ja, kijk, dit soort wedstrijden geeft ook weer het moment om alles weer open te gooien, bij wijze van spreken. Alhoewel ik niet iemand ben die alles en iedereen op een wedstrijd als deze afrekent. Maar ja, de jongens die daarachter zitten, ja, die ruiken hun kans. Dat geeft dan weer misschien optiemogelijkheden voor hun. En ja, dat mogen ze dan iedereen weer komende week laten zien. Slotvraag, was het geen wedstrijd voor Stinks om hem in te brengen? Nee, dan had ik het wel gedaan. Maar waarom niet? Waarom dan niet? Nou, omdat Kelvin heeft het ook moeilijk. Dat zie je ook. Dat zie je ook in training. En de druk is enorm hoog voor hem. Hij legt zichzelf ook een enorme druk op. En op zich is dat goed. Hè? Want dat zie je dat je, vind ik, een grote speler bent. Maar ja, je moet wel daar als trainer, en zeker naar die jongen toe, nog steeds heel voorzichtig mee om blijven gaan. Duidelijk. Dankjewel.